Yo kijkers van Cycling Games, welkom bij vandaag weer een nieuwe video. Vandaag zijn we in Zevenbergen voor de proefronde van Zevenbergen. Mijn eerste koers naar Tour de Junior. Daar was ik gevallen, maar ik mocht ook niet met camera fietsen, dus daar zijn helaas geen video's van. Ik verwacht er dan vandaag ook niet te veel van, want na Tour de Junior ben ik 2 weken op vakantie geweest en daarin heb ik maar 3 keer gefietst. Een man die wel geweldig in vorm is Sietse Kool. Hij werd 2e in de jeugdmeerdaagse van Assen en hij werd ook 2e in Tour de Junior. Hij rijdt vandaag met mijn andere camera onder het stuur bij hem. Jullie denken nu misschien, twee camera's, op het NK was er toch eentje kwijtgeraakt. Dat klopt, maar doordat er een in- en zamelactie is geweest door de moeder van Tijn Laurensen, heb ik een nieuwe camera kunnen kopen en iedereen daarvoor heeft gedoneerd wil ik graag bedanken. De camera die ik kwijt was is vervolgens ook nog gevonden, dus die heb ik nu ook. Die is alleen nog niet in de koers aangezien Raad en Adriaans mijn houder nog heeft, dus als je die alsjeblieft zou willen terugsturen, dankjewel. Veel kijkplezier allemaal! Na ongeveer 6 rondes gereden te hebben vindt Sietse Kool het genoeg geweest in het peloton. Hij demareert, het peloton reageert niet meteen en zo kan hij een kleine voorsprong pakken. Deze aanvalspoging van Sietse Kool duurde niet lang, maar hij probeert het meteen nog een keer en nu krijgt hij een iets groter gat. Nou, mijn valpartij in achterveld heb ik niet het vertrouwen in de bochten. Iedere keer na een bocht moet er een aardig gat dicht sprinten. En dat breekt dan op aan het hoge tempo. Zeker als Mike Bronswijk dan vol demareert. Daar hebben we nu 3 leiders en ik ben gelost.
Met nog 8 rondes te gaan krijgen de gedubbelde renners en ik dus ook de laatste ronde. Ik kan in de laatste ronde wegspringen bij mijn groepje en rij naar een 20ste plek. Niet waar ik helemaal op had gehoopt, maar uiteindelijk ben ik toch niet geheel ontevreden hierover. Nog 7 rondes te gaan voor de kop van de koers. Nog 2 rondes te gaan voor de 3 leiders. Jens Bassa, Mike Bronswijk en Finn Raum hebben een ruime voorsprong op de 4 achtervolgers. In de groep om de 4e plek vinden we Rindert Buiten, Bart Hoordijk, Remco Stam en Joep de Vos. Zo'n 20 seconden daarachter vinden we een duo van de jonge renner bestaande uit Sven Mulder en Bas van Lijsten. De sprint om de 10e plek wordt gewonnen door Sietse Kool, Roan Konings wordt 11e. De kopgroep van 3 gaat de laatste ronde in met Jens Bassa aan de leiding voor Mike Bronswijk en Finn Raume. Ook de 4 achtervolgers krijgen de bel van de laatste ronde te horen. Het duo van de jonge renners sprint voor de 8e plek en het is Sven Mulder die Bas van Lijsten aftroeft en de 8e plek pakt. Daar achter de motor komt de kopgroep aan. Ze zitten met z'n 3 naast elkaar. Wie pakt er de overwinning? Aan de linkerkant is het Mike Bronswijk. Die Finn Raume net aftroeft. Jens Bassa wordt 3e. Daarachter is het Joep de Vos die Rindert Buiten aftroeft. En daarmee de 4e plek pakt. Rindert Buiten wordt 5e. Bart Hoordijk 6e. En Remco Stam wordt 7e. De dag wil ze nog even puzzelen met alle renners die eerder uit de koers gingen. Maar dit is dan de top 10. Mike Bronswijk wint voor Finn Raume, Jens Bassa, Joep de Vos, Rindert Buiten, Bart Hoordijk, Remco Stam, Sven van Hulder, Bas van Lijsten en Sietse Kool maakt de top 10 compleet. Ik werd dus 20ste, niet helemaal waar ik op hoopte. Maar volgende week heb ik een nieuwe kans in het klimcriterium van Berg en Tempijt. Daar verwacht ik helemaal niks van, want ik ben geen klimmer. Maar volgende wedstrijd waar ik echt wat van verwacht, dat is een wedstrijd in De Lier. Tot dan!